Ik ben Raymond van Schijndel. Ik ben 48 jaar. Ik heb in 1997 kreeg een epileptische aanval in de auto. Waar mijn vrouw en mijn kinderen bij zat. Ik zat achter het stuur. Toen kon mijn vrouw net op de rem drukken, anders was ik een café binnengereden. En toen bleek achteraf, of later dan, dat ik een hersentumor had. Hij was kwaadaardig. En daar waren ze blij mee, want dan konden ze met chemo-spoelingen en bestralingen konden ze hem weghalen. Nou heb ik 4 maanden in het ziekenhuis gelegen voor die chemokuur. En door die chemokuur kreeg ik ook longembolieën. En heb ik op sterven gelegen 2 keer door de longembolie en door de dubbele longontsteking. Dat is allemaal goed gegaan. Tot 2011, toen kreeg ik het plastic bloed. Toen bleek ik blaaskanker te hebben. Er zaten 3 tumoren in mijn blaas, die hebben ze weggehaald, geopereerd. En toen mocht ik weer naar huis. Toen bleek ik later weer een tumor te hebben en zo is het nog 3 keer gegaan. En toen heb ik 10 blaaspoelingen gekregen. En dat is helemaal weggegaan ook. Tot 2018. Toen ging ik de hond uitlaten en toen kreeg ik in 1 keer uitvalsverschijnselen. En toen bleek ik dat ik een herseninfarct had. En dat is ook nog 3 keer teruggekomen. Met medicijnen onderdrukt. En dat is nou redelijk goed. Ik heb altijd gesport, ik heb wel gerookt. Nooit gedronken, ik heb wel gerookt. Maar sport, ik deed voetballen, tennissen, squashen, hardlopen. Ja, en dan krijg je dat toch. Eigenlijk krijg je gezond, ja. Ja. Het Erasmus MC heeft echt heel veel voor me betekend. Echt heel veel. Anders had ik hier nu niet gezeten. Dan ben ik uit het grond van mijn hart, echt waar. Van die hersentumor heb ik 1 jaartje thuis gezeten. En nou met die laatste herseninfarct, ja, ik wil alleen maar werken. Want thuis word ik gek, dus ik ben ook nu al elke dag aan het werk, 4 uurtjes per dag. Ik ben altijd vrolijk, nooit chagrijnig, dus nee. Ik heb nog nooit niemand horen klagen van mijn familie. Dus enigste, mijn vrouw die zegt dan, je mag wel wat meer doen. Dus dat is het enigste. Ik wil gewoon weer werken. Ik voel me goed, ik voel me prima. En gaan voor het leven, vind ik. Dus ik voel me perfect, zeg maar.